Nee, vind ik niet. Ik heb al de eerste helft van het seizoen ook één keer tegen Den Haag gespeeld. Al was het maar een kwartiertje, maar ja, echt speciaal vind ik het niet. Maar het is wel een belangrijke wedstrijd voor NAC, hè? Als we kijken naar de stand, ook naar de concurrenten die tegen elkaar moeten bijvoorbeeld. Ja, NAC kan hele goede zaken doen, denk ik, door daar punten te pakken. Ja, klopt. Ik denk als we daar punten pakken, dan wordt het gat weer groter daartussen. Dus ja, als je dat doet, zal heel mooi zijn. Heb je enig idee wat de beste manier is voor NAC om daar ook succesvol te zijn in Den Haag? Nou, ik denk ADO zal erop klappen, denk ik. En ja, dat kunnen wij ook. Dus we zullen de strijd aan moeten gaan. Dat hebben jullie de laatste tijd wel bewezen, dat NAC echt een taaie tegenstander is. Ja, klopt. Dus wat dat betreft hoeven we ons geen zorgen te maken over de strijd. Het was voornamelijk hard werken tot nu toe, maar ik zag echt een lichtpuntje tegen Heerenveen in die uitwedstrijd afgelopen weekend. Want met name in de eerste helft zag ik ook het voetbal weer lekker terugkomen. Ja, klopt. Eerste helft tegen Heerenveen was echt, ik denk misschien wel een van de beste wedstrijden dit seizoen. Nou ja, de eerste helft van het seizoen. Maar ja, ik denk dat we daar wel op verder kunnen borduren. Maar hoe komt dat? Is dat toch dat er weer een stukje vertrouwen is, zeg maar, om te durven voetballen ook weer vooruit te denken? Ja, ik denk ook dat de trainer daar echt op pusht en daarop traint. Ja, dan zie je werk zijn vruchten nu eindelijk weer vanaf. Een minpuntje aan die wedstrijd tegen Heerenveen is het wegvallen van twee spelers. Tim Gillessen en Anouar Gaddewier moesten allebei van het veld af met een hamstringblessure. Dat gaat best lang duren, 3 tot 4 weken. Dat lijkt me toch een behoorlijk gemis. Ja, zeker. Dat zijn zeker belangrijke spelers. Ja, dus de andere spelers of de wisselspelers die op de bank die hebben dan nu eindelijk een kans om hun te laten zien. Ja, die zullen zich moeten laten gelden. Ja, precies. Den Haag, ja, je staat daar onder contract, ook volgend jaar nog. Heb je al enig idee wat er volgend seizoen gaat gebeuren? Heb je er al over gesproken? Nou, volgend jaar, ik weet nog niet of ik volgend jaar daar onder contract sta. Hun hebben een optie of een eenzijdige optie aan hun kant. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren volgend jaar, maar ik ben daar nog helemaal niet mee bezig. Nee, ben je niet mee bezig? Denk je niet na van wat je nou het liefste zou willen? Ja, natuurlijk wel het liefste wat je zou willen, maar zoals ik al zei, dat ligt niet in mijn hand. Dus het is een eenzijdige optie, dus ja, ik moet binnenkort horen wat hun willen. Er zijn nog geen gesprekken gaande met ADO. Nee. Het liefste wat je zou willen is natuurlijk naar Barcelona, maar dat zal er niet in zitten. Maar wil je in Breda blijven? Dat is ook een optie. Maar ja, dat hangt ook weer af van wat ADO wil. Dus ja, hun zullen eerst moeten bepalen wat hun willen. En dan pas kan ik verder kijken. Maar goed, het is wel fijn om te weten of NAC met jou door wil gaan. En ja, dat idee heb ik wel. Dat zou zeker fijn zijn. Alleen, ja, dat is niet iets waar je nu echt over na moet denken. En ook niet over ADO. NAC Breda, nu op dit moment is het belangrijkste. En wat volgend jaar gebeurt, dan hebben we genoeg tijd voor. Hoe zou het weerzien voor jou zijn komende zaterdag weer met je oud-ploeggenoten van Den Haag? Ja, dat zal leuk zijn. Hun kennen mij en ik weet hoe hun spelen. Dus ja, het zal een leuke ontmoeting worden. Maar die 3 punten gaan naar? NAC Breda natuurlijk.